zeg maar. Hier hebben we nooit een reactie van. Nee. Welkom allemaal in de verlenging. Hier behandelen we de onderwerpen die we op LN Televisie zojuist waar we niet naartoe zijn gekomen. Bijvoorbeeld Reginald Ruben van Bommel. Ja. Eerste goal in Europa. En ook meteen een hele mooie. Ja. En dan werd jij meteen ook herinnerd aan paniniplaatjes. Hoe zat dat op social media? Paniniplaatjes? Ja, dat weet je niet meer. Nee. Nou, moet je maar eens kijken op deze... Ten eerste stonden de beelden van Ruben van Bommel online. Die goal tegen Santa Coloma en Andorra. Dus even wachten tot hij... Kijk, daar is hij. Daar staat hij. Dit is zijn goal. Noem eens een goede loopbak. Die heb jij online gezet. Ik had heel veel views. En vervolgens, kijk, ben je niet een oud-speler van MVV? Je was mijn laatste plaatje in mijn Panini-boek ooit. Kijk. Ja. Staat dan, zit ik met een gezonde erectie voor de computer. Denk, wat een leven heb ik toch. Ik snap dat je stopt met Panini-boeken als ze jou hebben gehad. Ja. Dat is ongelooflijk. Kregen we ervoor 100 gulden? 2700 gulden kregen. Ja, jij. Dat heb ik nooit gehad. In de Eredivisie. Het hele team of jij best? Ja, dat wil net zeggen. Nee, wij kregen het eerste jaar, toen was er nog geen portretrecht. Toen moesten ze dat per club. Kreeg je dus een bedrag voor het team. Ik weet nog dat ik 2700 gulden het eerste jaar bij Roda kreeg. Ja, dat was een fantastische vakantie. En daarna ging onder leiding van Frank en Ronald de Boer. Ja. Ging met schoonvader van Ronald de Boer. Die van de Febo, zeg Cohen. Maar. Cohen, ja, juist. Die gingen dus lobbyen dat die spelers van het Nederlands elftal vooral... Dat die een heleboel geld kreeg. Dus ja, erop zaten alleen die spelers... op de Flippo's. Ja, nou ja. Maar het was ik al gestopt. Dus kan dat in de war. Ben je actief op social media, Danny? Nee. Helemaal niet. Hè? Ik heb vandaag op Instagram gekeken en er zijn allerlei Danny Buizen met foto's van jou, maar dat ben jij niet zelf volgens mij. Ja, dan moet je toch maar eens even kijken wie dat kan zijn. Dat zijn best laat, wel wat laat die wereld lekker. Oké, ga je niet mee bemoeien. Nee. Goed, dan een andere rubriek: de Hall of Fame. Schoonvader en schoonvader. Hij gaat scoren. Erik Meijer. 2-0 over nu. De VVV blieft Eredivisie. Ja, lange lieder. Ja, vind ik ook. Maar dat is ook wel nodig. Want het gaat natuurlijk om verhalen uit de oude doos. Hè, en welke spelers of trainers of mensen in Limburg zijn natuurlijk zijn belangrijk voor je geweest in je carrière. Je hebt vorige week bijvoorbeeld Dick Nanninga erin gezet en Frans Keurveld erin gezet. Maurice, wie zet je vandaag in? Tijani Babangida. Oh, waarom? Ja, die is voor mij heel belangrijk geweest. Als hij er niet was geweest, denk ik dat mijn voetbalcarrière heel kort was geweest. Want zoals ik wel eens gezegd heb hier aan tafel, ik was zo zenuwachtig dat voor iedere wedstrijd moest kotsen, moest overgeven. En ik werd door het eigen publiek al eigenlijk uitgefloten, uitgelachen. En toen kwam Babangida op 16, 17-jarige leeftijd naar VVV. En ja, die ging er letterlijk 6, 7 voorbij en voor de keeper legde hij hem iedere keer nog even opzij. En ik ging scoren, want ik wist wel waar ik moest zijn voor de goal. En ik ging scoren en dan krijg je een beetje vertrouwen. En uiteindelijk kun je ook het overgeven achterwege laten. En ga je iets relaxter het veld in. Niet met het idee van, als ik maar geen fout maak, maar oh, we gaan lekker ballen. Ja. En dan zien de mensen bij tijd en wijle dan dat je ook kan voetballen. Dus ja. En zo word je topscorer alle tijden van VVV. Ja, dat seizoen om te beginnen topscorer in de eerste divisie. Dus dan zet je je eerste stap, echte stap, in het betaald voetbal. Maar ik heb wel een mooie anekdote over Babangida bij Roda. Want ik kwam bij Roda JC na VVV ook weer tegen. Mm-hmm. En toen werd hij op een gegeven moment aangehouden. Want hij had het rijbewijs had hij in Nigeria gekocht. Het was een internationaal rijbewijs. Maar dat was hier niet geldig. Dus hij moest weer gaan lessen hier. Dus ik was dat aan het vertellen in het kleedlokaal. Dus ik zeg in het kleedlokaal, een hele groep erbij, Huub Stevens trainer. Dus ik zeg maar, Baba, heb je dan wel een fietsbewijs? Hij zei, Maus. Hij noemt me, Maus, wat fietsbewijs? Ja, ik zeg, als je hier fietst, zeg, daar hoef je niks voor te doen. Maar ik moet bij de politie wel een fietsbewijs gaan afhalen. Anders mag je hier niet fietsen. En iedereen speelde dat spelletje mee. Ja, Baba, je moet echt naar het politiebureau. Een fietsbewijs. Tussen de middag werden we gebeld door het politiebureau. Wie heeft Babangida gestuurd voor fietsbewijs? Ooit nog wel eens contact mee eigenlijk? Ja, vooral via de Messenger, via Facebook. Oh ja. Ja. Gaat goed met hem. En heel af en toe komt hij nog naar Nederland en dan probeert hij vaak ook even naar het zuiden af te zetten. Ja, dan neem hem een keer mee hierin. Dat is mooi. Dat is een goeie voor in de Hall of Fame. Reginald? Pierre Vermeulen. Ah. Dus eerst Dick Nanninga
En nu Pierre Vermeulen, twee Roda JC-iconen. Maar ik heb met z'n allen twee gespeeld in 1984, 85. Met Dick nog een jaar daarna. Toen bij MV, hè? Bij MV. Ik zat met Van Marwijk laatst naar het Jacques Coole-toernooi in Kerkrade. Ik zag de foto, weg. Fantastisch. Ja, zo leuk. En toen zegt Bert, dat zou niet meer mogelijk zijn. Als je nu twee echte iconen hebt van Ajax of Feyenoord, die zouden alle twee wisselen. Ik heb naar Berghuis, die heeft dan ook heel veel plezier van zijn wisseling gehad. Maar Pierre, ja, Pierre die wandelde langs tegenstanders. Ik maakte toen mijn enige doelpunt. Die zit ook in de leader, geloof ik. Pierre ging die van Aalen gewoon wandelen 3-4 keer voorbij. En Annika zei tegen mij, ga naar de eerste paal. En ik deed allemaal wat ze zeiden. Krijg hem op mijn punt en ik ging erin. Maar Pierre vooral, we zijn daar dus vorige week, twee weken geleden geweest. Hele introverte man met een heel aparte humor. Die ging dan in één keer door de kleedkamer, ging die schaatsen. En dan ging die weer zitten. En dan keek iedereen verbaasd aan. Of hij stond op en dan ging die gele kaarten uitdelen. Maar was heel introvert. Roken. Genie op het veld. En we zagen hem dus vorige week dementerend. Maar dan zie je ook de voetballerij, de kracht van de voetballerij. En je blijft collega's voor het leven. Dus dan loopt daar iemand langs. Ik kende natuurlijk niet veel mensen in Kerkrade. Dus op een gegeven moment zei hij, Pierre, wie is dat? Ja, Raji. Dat weet ik ook niet meer, zitten. Dat weet ik ook niet meer. Heb je dat dementie, ik zeg, Pierre, dat ik dat ook de hele tijd aan jou vraag. Godverdomme, je bent dementerend. Nee, zegt hij, weet je wat het is? Weet je wat ik vergeten ben? Al mijn nederlagen. Ben ik allemaal vergeten. Dus je zit er wel heel veel humor in. Ik geloof dat persoonlijk, in zijn dagelijks leven, heeft hij het daar wel heel moeilijk mee. Ja, zo snel als hij bij de voetballerij komt. Theo de Jong liep daar rond. Ja, Van Marbe liep daar rond. Nog wat liep daar rond. Ja, goed, dan voelt hij zich wel op zijn gemak. En wordt ook door iedereen dan op handen gedragen. Maar ja, je gaat van Feyenoord naar MVV. En dan denk je, ja, wat ga je hierna doen? Nou, dan ga je naar Paris Saint-Germain. Ja. Dat was toen een springplank blijkbaar. En daar heeft hij nog een aantal topjaren gehad. Ja, hij is kampioen geworden met Paris Saint-Germain. Kampioen met Feyenoord, met Cruijff toen. Hè? En wij eindigden met Hughes één plaats boven de degradatieplaats. Ja. Nou, dan ga je van als Vermeulen naar een topclub in Frankrijk. Ja, zie maar wat. Maar prachtige vent, prachtig talent. En ik hoop dat hij toch nog een paar mooie jaren heeft, ondanks zijn aandoening. Goed, echt dank je wel. Ja. Danny, tot slot. Wie zet jij erin? Ik kom uit de Bert van Marwijk. Nou, daar ben ik eens benieuwd waarom. Ja, snap ik ook niet. Het is niets met Feyenoord te maken, denk ik. Ja, toen ik bij Feyenoord in de jeugd zat en een beetje mocht gaan ruiken aan het eerste elftal, dat je in een voorbereiding af en toe eens een keer mee mag of als ze iemand op de training nodig hebben, dan maakten wij de overstap van Varkenoord naar het eerste. Dat toen was hij de trainer van Feyenoord. Dat was in de periode dat zij de UEFA Cup wonnen met Feyenoord. En toen, een paar jaar later, was ik ondertussen teruggekocht door Feyenoord van Groningen. En toen in mijn tweede jaar bij Feyenoord werd hij de trainer. Dat was ook het jaar dat we de beker wonnen. En na dat jaar werd hij, geloof ik, bondscoach van Nederlands elftal. En ik kan mij gewoon herinneren dat we volgens mij ook hier in de regio een paar keer gespeeld hebben toen met Feyenoord. Waarschijnlijk omdat hij hier toen woonde, verbleef, zijn roots hier had. Hij heeft het, denk ik, enorm goed gedaan in die periode voordat hij naar Feyenoord ging bij Fortuna. Dat was natuurlijk een ongekende prestatie. Ik was toen wel wat kleiner, maar wat je er nog een beetje van kan herinneren en wat je af en toe voorbij ziet komen op tv. En later heeft hij natuurlijk, als je naar zijn trainerscarrière kijkt, wat hij ook na Feyenoord voor clubs nog gehad heeft. Bondscoach, WK-finale. Dus gewoon een hele goede trainer met een enorme staat van dienst. Maar ook gewoon, vond ik, een heel fijn en prettig persoon. En als trainer nu, heb je wel eens contact met hem? Of heeft hij op een of andere manier nog invloed op jouw carrière gehad als trainer? Ik heb geen direct contact met hem. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Dat als speler met een trainer, uiteindelijk pik je van elke trainer wel iets op. En van de een wat meer, omdat je daar wat meer een klik mee hebt. Of wat meer binding mee hebt. Maar dat Bert van Marwijk voor het Nederlandse trainersgilde een enorme betekenis heeft gehad. Dat is wel duidelijk. Ja, goed. Dan kijken we nu, dankjewel daarvoor. Dan kijken we nu even tot slot naar de Hall of Fame, zo na twee weken. En het ziet er dan eigenlijk toch wel heel erg mooi uit met Frans Curver en Dick Nannega. En alle mensen die we vandaag, Bamangida, Pierre Vermeulen en Bert van Marwijk. Nou, dat is toch een mooi lijstje, hè? Lekker lijstje. Goed zo. Tot slot nog heel even, top 10. Rode kaarten, zonder VAR. Ze hebben net niet aan toegekomen. Ik denk Danny Buijs komt. Ik ga me voorbereiden. Die kon ook aardig uitdelen. Top 10 rode kaarten. Danny staat er niet in. Weet je top 10 rode kaarten in de periode dat er nog geen VAR was. Weet je wie er wel in staat? Ja. En allemaal een dienst van het de ploeg. Het orakel van Maastricht. Ja, maar dat is om gek van te worden. Kijk, allemaal een dienst tussen van de ploeg. Attenveld en kijk nou waar je tussen staat. Grootste schoffies. Ja.
En in jouw tijd was er geen VAR. Tegenwoordig staan er een aantal jongens tussen die op één staan. Dan moet je een factortje opzetten. Ja, dus tel maar uit. Ik weet het ook niet hoe dat komt. Maar jij hebt toch ook de nodige rode kaarten gehad, of niet? 6 rode kaarten. Ja, ik heb wel een paar gehad, maar niet veel. Nee. Maar je stond toch wel bekend om weet je, toch wel een harde... Ja, maar je moet slim zijn, hè? Ja, dankjewel. Oké, ik vind het een hele mooie afsluiting. Dat kun je niet maken. Uitstekend afsluiten. Dus laatste keer dan bevragen, hè? Ja. Hey, Danny, dankjewel voor de komst. Jou zien we volgende week, Maurice. Yes, yes. Regionaal ja, Rotterdam volgende week. Dan zijn we weer maandag op L1 Televisie met nieuwe gasten. En dan om 8 uur in plaats van om 7 uur. Tot dan.